Een deel van de gelden die het Centraal Bureau voor Burgerzaken maandelijks binnenhaalt, zal nu terugvloeien naar het bureau. Dit zei minister Bronte Somaharjo vandaag. Hij weet niet hoe groot dat bedrag zal zijn, maar het gaat erom dat CBB nu zelf bepaalde zaken ter hand kan nemen. We moeten dat benadrukken. Het is echt iets bijzonders. Het is het ministerie van Binnenlandse Zaken gelukt om de mensen, onze regering, ertoe te bewegen dat het eindelijk zo is. Want we kunnen praten, CBB moet dit, CBB moet dat. Maar zonder geld gaat het niet lukken. Deze regering, Santokki Breunswijk, heeft ingezien dat CBB een belangrijk onderdeel is van de samenleving. Wij zijn eigenlijk het gezicht van de regering. En hun hebben daartoe besloten dat een gedeelte van de gelden teruggaan. Om hoeveel het precies gaat, weet ik nog niet precies. Maar het is een deel dat we niet meer hoeven te wachten op inkt te kopen. Niet meer hoeven te wachten om onze eigen airco te maken. Want ik zal u vertellen, het is een paar jaar geleden gebeurd dat een van de medewerkers heeft besloten om uit de inkomsten inkt te kopen. Eén pakje inkt. Die is toen gelijk geschorst. Dus niemand durft het meer. Maar nu gaan we een gedeelte van de inkomsten gaan we gebruiken om het operationele sneller te laten gaan. Dus mensen hoeven niet meer te klagen om lekkende airco straks of kapotte stoel. Dat gaan wij nu allemaal regelen. En ik vind dat heel belangrijk. Daarvoor zeg ik, benadruk dat. Het is de eerste keer dat de regering dat toelaat. En wij moeten er ook verantwoordelijk mee omgaan. Want ik heb toegezegd, ik persoonlijk zal erop toezien dat alles alles ter verantwoording wordt afgelegd. Alle uitbestedingen. De bewindsman haalde verder aan dat het ministerie werkt aan het opzetten van meerdere bureaus voor burgerzaken. Zo zal er een bureau geopend worden aan de nieuw weergevonden weg. Wij zijn voornemens om 7 BVB-kantoren af te maken. Ze waren al in aanbouw, maar is stopgezet de vorige periode. Wij gaan dat aanpakken. Er wordt eentje in Parra geopend binnenkort en eentje hier aan de Nieuw-Weergevondenweg. Dus de nog niet afgemaakte gebouw willen wij afmaken. En dat zijn 7 stuks. En het is kapitaalvernietiging, toch? Er is al heel veel geïnvesteerd en het is een beetje blauw-blauw gelaten. Dus dat gaan we oppakken. Dat was minister Bronte Somaharjo van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vandaag bij het Bureau voor Burgerzaken van Latour.